vervolgens. We hebben nog een kleine aanvulling over huiselijk geweld. Huiselijk geweld is breed. Ik heb hier Tansu, die heeft er zelfs een scriptie over geschreven. Ze gaat je het een en ander vertellen over huiselijk geweld. Ja, wat vaak onderschat is, is dat kinderen veel meer meekrijgen dan wat ze verteld krijgen. Dus ouders denken heel vaak als zij onderling een discussie hebben of een conflict. Ja, mijn kind hoort dat niet, want mijn kind ligt in bed. Maar kinderen krijgen alles mee. En daardoor zijn kinderen eigenlijk ook slachtoffer van huiselijk geweld. Oh ja, hoor je? Dus indirect, wanneer jullie ruzie maken. Ja, en daarbij speelt dan ook psychisch geweld, noemen we dat dan. Dat speelt dan ja, echt een grote rol. Dus het hoeft niet eens fysiek te zijn naar kinderen toe, je hoeft ze echt niet te slaan. Maar dat psychische, ook al is het niet naar de kinderen toe, maar wat kinderen meekrijgen van wat er onder de ouders speelt. Oh, ja. Dat heeft echt al zo lang een invloed op het kind. Echt tot in de adolescentie, zeg maar. Mensen onderschatten dat wel. Ja, en adolescentie is tot welke leeftijd ongeveer? Ja, dat is net na de puberteit. Dus tot ze echt volwassen worden. Hoor je? Dus ook wanneer jullie onderling bezig zijn, ben je ook bezig die kinderen mee te nemen, hè? In die negatieve fase. Zeker, zeker. Het is echt niet alleen tussen jou en je partner. Je moet echt niet onderschatten wat je kind allemaal hoort, wat voelt, van wat er gebeurt. Ja. En wat hoor je, dus wat je kind meekrijgt. Dus let daarop. We hebben het continu gehad over dat geweld zelf, maar wat voor oplossing hebben we hiervoor? En Tansu zegt het heel mooi. Ja, er is geen vaste oplossing voor ieder gezin. Het is echt maatwerk, want de problemen per gezin verschillen ook. Dus het is echt, ja, wat is er aan de hand? En de bewustwording al over dat je, nou, waar we het net over hadden, dat je kinderen er al in meeneemt. Dat is al zo'n grote stap. Dus vanaf daar kun je dan verder bouwen naar hoe gaan we dat oplossen. Maar het begint echt bij de bewustwording. Hoor je? Het begint bij die bewustwording. Dat je toegeeft dat je niet goed bezig bent. En dat je al erover gaat nadenken van, hé, er moet een oplossing komen.